de kool. Dat is de kool. Oppervlagers, Bart de Vlammers af de boven leggen. Er is gisteren het gebeurd op de receptie, wat gaat ook morgen gebeuren of niet, niet ik uit. Mijn oprechte excuses ervoor, maar het is gebeurd. Een voorzitter, Frank, daar zag ik nog tegen. Frank, u bent een voorzitter, hij denkt nog eens gaat het doen, maar bij de vlagen op alles op wolkjes. En hij zei het gisteren tegen mij, wist de Berg niet vergeten als jubilaris. En toen zeg ik nog tegen Frank, nee, ik heb in mijn beleving gedecoreerd. En toen gingen we naar Paul toe en toen zag ik later dronken liggen tegen mij. Dus Bert vergeten. Bij deze Bert willen we dat goed maken op de bühne en willen we die alsnog decoreren met de medaille voor de kronk liggen. En de medaille die heet Paul Diegelman. Dat ze gaat vertellen, Bert, normaal die kennende jou, maar nu ben je misschien een beetje verrast. Ja, beste kronkenheren, ik zeg net tegen Ron, ik zeg ooit heb ik hier 36 jaar geleden gestaan en ze bol vivant bij de toneelgroep de Kronkel. Maar lieve vrienden, dat is ook 22 kilo geleden. Maar dankjewel en ik zal ze met eer dragen, zeker vanavond. En ik wens jullie alle succes in de show en de vanavond. Want het schoonste stukje van Gelijn, dat is de kronkel. Heerlijk Gelijn, vaste lovend samen. Dankjewel, Bert. Goedemorgen, allemaal, voor de opvangers. Bert, Lemmers.